Alle excepties van raadsman Erwin Kanhaai zijn vandaag afgewezen in het 8 december strafproces. De krijgsraad heeft puntsgewijs onderbouwd waarom de preliminaire verweren door de verdediging ongegrond zijn. Door dit slotsom zal de inhoudelijke behandeling van de verzetzaak starten. Als ik de afgelopen 20 jaar bekijk en naga hoe er met dit proces is omgegaan, dan was het verwachtbaar, ja. Die wordt politiek beïnvloed? Dat kan ik niet zeggen van onze rechters. Dus daar ga ik me van onthouden. Ik kan dat niet zeggen van onze rechters. Op de zitting van 30 november gaf Kanhaai aan dat de krijgsraad zich onbevoegd moet verklaren om deze zaak te behandelen. Terwijl het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moest worden verklaard. Volgens de raadsman moest ook rekening worden gehouden met de amnestiewet. Bij monden van de president van de krijgsraad, Cynthia Valstein Montnor, is het besluit van de krijgsraad vandaag bekendgemaakt. De krijgsraad stelt zich onder meer op het standpunt dat de dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen. De vier functies van de oproep, namelijk aanduiding van de persoon, de oproepingsfunctie, de informatiefunctie en de beschrijvingsfunctie zijn allemaal gediend volgens de president van de krijgsraad. De advocaat van de nabestaanden, Hugo Esset, had deze uitspraak verwacht. Wij hebben vanaf het begin wel het gevoel gehad dat het niet kunnen leren, uiteindelijk verworpen zullen worden. En de krijgsraad heeft dat heel systematisch gedaan, netjes alle weren op een rij gezet. Nek is het antwoord van de auditeur militair daar tegenover geplaatst. En uiteindelijk netjes en gemotiveerd met literatuur, met vonnissen, duidelijk gemotiveerd waarom alle verweren zijn verworpen. De verdediging heeft tijdens de volgende zitting op vrijdag 30 april de gelegenheid om getuigen te horen.